We zijn hier bij het Codal in Nunspeet en daar wordt een actie georganiseerd. En als we goed naar de beide heren kijken, Dirk en André, ze hebben allebei een snor laten staan. Waarom is dat gedaan, Dirk? Dat is om aandacht te krijgen voor de actie Movember, die wij gestart zijn voor prostaatkanker en tilkanker. En hoe hebben jullie dat georganiseerd? We zijn hier met een aantal bewoners en een aantal begeleiders zijn we de actie begonnen. Gevraagd van, goh, wie wilde meedoen? Iedereen vond het een leuke actie, maar om de snor te laten staan was niet iedereen enthousiast over. En André, die is bewoner en ik kijk naar je, jij hebt wel je snor laten staan. Waarom heb je daaraan meegedaan? Nou, ik toon dus medeleven aan die groep mensen die dus eigenlijk te weinig aandacht krijgen. En ik wil me daar graag voor inzetten. En met andere medebewoners en begeleiders. Dus ik vind dat er echt, die hulp is nodig. Dus ja. Ik ben wel heel benieuwd, Dirk, hoe jullie er dan bij komen om zoiets te organiseren. Zijn jullie benaderd door het landelijke initiatief of dat niet? Nee. Ik heb vaker deze actie gedaan. Ik werk al een tijdje in de zorg. En het leek mij gewoon leuk om samen met de bewoners en samen met mijn collega's dit op te zetten. En deze locatie is een groep die heel erg betrokken is bij de maatschappij. Dus dat vonden we allemaal wel leuk. Hoe wordt er dan geld opgehaald? Nou, we kunnen via de website kun je ons sponsoren, de Movember website. Dan kun je gewoon contact met mij opnemen. En dan kan ik het op de website zetten. Ik heb al een aantal collega's die ons sponsoren. Een instelling uit Apeldoorn die ons sponsort. Maar we zijn op zoek naar andere sponsors natuurlijk. En hoe kunnen die sponsors zich opgeven? Je kunt zich melden bij Codal in Nunspeet, woonzorgnet. Of bij, kun je e-mail sturen, d.geerlings@woonzorgnet.nl. Uiteindelijk is er altijd wel manieren voor. En André, straks is het december, dan mag hij eraf of laat je hem staan? Nou, ik denk wel dat hij er weer af gaat. Maar ik vond het wel even leuk. Ik vind het ook wel leuk staan, maar het maakt me veel ouder, weet je. Hij wordt zo grijs. Maar het is, ja. En Dirk, laat je hem ook staan? Nee, bij mij gaat hij eraf. Ja. En nog één dingetje. We willen graag mensen die ons eventueel eraf willen halen per 1 december. Kappers of barbiers of zo, die hierheen willen komen. Graag. Die kunnen zich allemaal bij jou opgeven. Een leuke actie door jullie. Dankjewel.